Ja, volgens mij zijn ze er heel rustig onder, maar volgens mij heeft iedereen er wel heel erg zin in vandaag. Ja, wel spannend, maar iedereen vindt het wel heel leuk, ja. Wat vindt u van deze verhuizing? In principe schitterend, ja. Ik heb het andere gebouw helemaal op zien bouwen. Ik kwam er dagelijks 4 keer langs. Dus, en nou mag ik dat weer de eerste keer naartoe. Ja, ik vind het heel spannend. Het is een unieke gelegenheid om mee te maken. En het is allemaal prima geregeld. Een team, leuk team, dus die gaan allemaal mee. Dus, En hoe hebt u zich voorbereid? Door lekker te slapen. Nou zijn er heel diverse patiënten natuurlijk. Laten we eens kijken naar de moeilijkste categorie. Wie zijn dat? Ja, dat zijn toch de intensive care patiënten. En die vervoeren we ook alleen. Hè. Dus het spoedinterventieteam van het ziekenhuis gaat daarmee mee. En dat zijn de patiënten die sowieso alleen in de vrachtwagen gaan. En een tweede categorie die wat lastig is in die zin, is die dus tijdrovend, zijn de isolatiepatiënten. Want een aantal daarvan moeten we ook alleen vervoeren. In principe worden die patiënten alleen vervoerd en tussen de transporter in wordt de vrachtwagen helemaal schoongemaakt.